Burgemeester Bruls heeft vrijdagochtend de Green Capital Amstketen in ontvangst genomen. Geheel in stijl van Green Capital is de Amstketen 100% gerecycled materiaal. Burgemeester Bruls was erg onder de indruk van het resultaat. De Amstketen is gemaakt naar een design van circulair ontwerper Hugo van der Kalle en vervaardigd door hem en edelsmid Els van Heist. In samenwerking met organisatie DAR, recycleorganisatie WeCycle en Alliander. De gekozen materialen zijn afkomstig van goud en zilver van afgedankte elektronica zoals smartphones en oude gasleidingen. Het idee is ontstaan dat we zijn gaan kijken naar welke grondstofstroom er nog in Nijmegen ligt die niet echt gebruikt wordt. Toen kwamen we op elektronicaafval, e-waste. En op basis van statistiek moet er ongeveer 200.000 kilo van in Nijmegen liggen, in laadjes, in schuurtjes, op zoldertjes. En toen zijn we gaan kijken, hoe kunnen we nou een symbolisch product maken uit deze afval- of grondstofstroom voor alle Nijmegenaren en die op een circulaire manier vormgeven. En toen kwamen we op de Amstketen van de burgemeester, want eigenlijk is die van alle Nijmegenaren. De burgemeester heeft aangegeven dat hij het heel fijn zou vinden als de verschillende organisaties uit Nijmegen een bijdrage konden leveren aan deze keten. Om er geen kermis van te maken, heb ik toen de 12 challenges die samenhangen met het Green Capital jaar allemaal gevraagd om een Twitterbericht te schrijven. Een ouderwets Twitterbericht met 140 tekens. Die hebben wij op een stuiver gelezerd. Nou, eigenlijk kan je nog niet meer lezen. Maar door er een lensje overheen te leggen, kan je hem wel weer lezen. En die hebben alle 12 een plek gekregen op de keten. Zodat ze toch een bijdrage hebben geleverd aan de keten. Het is een hele eer, inderdaad. Ik had nooit verwacht dat ik eens een keer een Amstketting mocht maken. Dus het is een hele mooie stap in mijn carrière. Het is gemaakt van zilver en goud dat uit e-waste komt. En het koper uit het gasleidingnetwerk van Nijmegen. Dat is weer helemaal schoongemaakt, zodat ik het kan gebruiken als daadwerkelijk gewoon mooie materialen om het sieraad van te maken. En zo heb ik het zo min mogelijk gesoldeerd en zoveel mogelijk gelast, zodat het uiteindelijk weer uit elkaar te halen valt, zodat we de materialen weer kunnen gebruiken voor andere dingen te maken.